En dan nu? Hallo kijkers. Bijna 20 jaar geleden is het stationsplein in Nijmegen verheringericht. De architecte Wieneke Scheltens was een van de architecten van wat tegenwoordig Movares heet. Daarvoor heette het Holland Rail Consult en daarvoor heette het gewoon NS. Hetzelfde bedrijf is 3 keer van naam veranderd. Je zou bijna denken dat dat niet geheel zonder reden is. Probeer daar nou nog maar eens een juridische vinger achter te krijgen. Het stationsplein is al minstens 3 keer van uiterlijk veranderd. Eigenlijk blijven ze daar maar aan symptomen strijden. Keer op keer wordt een stukje nutteloos veranderd. Aan serieuze structurele oplossingen wordt niet gewerkt. Neem nou die glasbanen. In het begin waren ze te glad als het geregend had. Er kwamen stroevere platen. Toen gingen de platen kapot en kwamen er nieuwe glasplaten met een nieuw motiefje. En nu, omdat het nog steeds lekt langs de randen van de glasplaten, zijn ze alweer een tijdje bezig met het aanbrengen van een streepje dakbedekking om daarmee de lekkage te bestrijden. Vandaag, donderdag 8 maart, zag ik 2 mensen aan het werk om dat asfaltplakband gedeeltelijk weer weg te halen en te vervangen. Wat zegt u? Dat ze dan meteen die kapotte glasplaten er ook even uithalen en vervangen? Nee, die blijven liggen. Daar wordt een kunststofplaat opgeplakt. En die gaan ze dan ergens in de tweede helft van het jaar vervangen. Maar dat bedrijf gaat vast niet over de plakstrips. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.